Twee keer de brilstand, zoals ze dat noemen, met twee keer 0-0. En Spakenburg wint, nou, volgens de supporters, overtuigend met 4-2 van Excelsior. Marsluis, een moeilijke tegenstander volgens Eikoms. Maar goed, dat is goed afgelopen. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Buitenspel 2.0. Ik ben blij dat jullie weer kijken en we bespreken hierin de belevenissen van de drie plaatselijke voetbalclubs. En dat doen we met traditiegetrouw met drie gasten. Nou, aan mijn linkerhand hebben we te gast, hij is al een keer eerder geweest, Jamie Schaap. Hartelijk welkom. Dank nou, het hoeft geen introductie te zijn, denk ik, dat je keeper bent van IJsselmeervogels. Is niet nodig. Nee. En ik denk dat het al 10 jaar wordt straks. We gaan de 10 seizoenen sowieso volmaken. Ja. Verrassend, omdat je eerder wel eens aangegeven hebt dat je, nou ja, gezien de prestaties van IJsselmeervogels in de afgelopen 2 jaren, nou wel eens overwogen hebt om weg te gaan. Ja, de situatie was toen ook heel anders natuurlijk bij de club. Hè? Ja. Dus dan ga je nadenken. Wil je dit? Wil je misschien een nieuwe uitdaging? Het plezier was weg. Je wil wel plezier hebben in wat je doet, want voetbal blijft hobby. Ja, en uiteindelijk denk ik precies op het juiste moment zijn de dingen omgedraaid bij IJsselmeervogels. Goede gesprekken gehad en zijn we samen tot het besluit gekomen dat, dat ik daar lekker blijf. Ja. Je bent daar als uniek, want er zijn niet veel keepers die zo lang bij een club blijven en trouw blijven. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met je rode hart, of rode hart. Ja, ik heb in de afgelopen jaren natuurlijk wel hele mooie dingen meegemaakt. Een band met de club opgebouwd, band met de mensen. Ja, dus dan kan je op een gegeven moment wel gaan zeggen dat je liefde voor de club hebt, ja. Dus je zal ook niet heel snel een club gaan verlaten als je je daar thuis voelt. Zo voelt het, voelt als thuiskomen. Dus, en de supporters zijn natuurlijk over het algeheel genomen natuurlijk hartstikke tevreden over je. Want dat mag wel gezegd worden, denk ik. Zijn jullie wel met hem eens, hè? Zeker, een goede keeper. Ja. Dan zou het niet zo lang vol. Nee, ja, we zien vanzelf weg. Ja, dan kan het hard gaan, ja. Ja. En je hebt geen concurrentie. Ja, je hebt natuurlijk wel concurrentie van een tweede en een derde keeper. Maar uiteindelijk sta je in de basis. En dat is meer dan overtuigend, denk ik. In ieder geval, Jamie, hartelijk welkom dat je hier wilt aanschuiven. Daar verderop, in het midden, zit Hillewin Beekhuis. Ook wel Hille Beekhuis gewoon genoemd onder je column. Onder mijn artiestennaam, ja. Onder je artiestennaam. En je was tot kort was je de twitteraar bij Spakenburg. Maar nu denk ik dat je de X-Factor wordt. Ja, goed. Twitter platform heeft een andere naam gekregen. Ja. Maar het twitteren of het X'en. Het X'en, dat blijft bestaan. Het volgen van de wedstrijden met korte berichten aangeven wat er gebeurt. Dat doe ik overigens niet meer eentje. Maar onderdeel uit van een team van 4 personen. Ja. Jan Erkelens. En de 2 Broeken, Rick Broekmaat en Gerben van den Broek, die doen het ook. Ja. Dus we doen het om toebeurt. Ja. Maar afgelopen jaar met de mooie bekerprestaties was er een soort bijgeloof om de hoek gekomen. Dat jij, dus ik mocht de hele rit uitzitten. Dus jij mocht de hele rit uitzitten? Ja. Oh, er is dus toch sprake van bijgeloof. Ja. Jimmy, doe jij ook aan bijgeloof voordat je de wedstrijd instaat? Je veet is andersom opstrikken, je schoenneuzen. Ja, vaste volgorde van schemers aantrekken, vaste vormen van underwear eromheen. Oh, ja. Warming-up, altijd het lijntje aantikken. Oh, ja. Allemaal van die standaard dingen eigenlijk. Het slaat eigenlijk heel. Oh ja, niet naar het toilet gaan voor de wedstrijd. Wel voor de warming-up, niet voor de wedstrijd. Okay. Dus al staat hij op knappen, dan ga ik niet naar het, dan ga ik niet naar het toilet. Want in de rust, dan ga ik pas naar het toilet toe. Dus dat soort dingen. Ja, heel vreemd, maar je houdt je er toch aan omdat je er een goed gevoel bij hebt. Ja, mooi. Ja, maar net als de hondjes vind je altijd wel een paal in de buurt waar je dan eventueel tegenaan kan. Ja, het is me nog niet overgekomen dat ik het in mijn broek moest doen of dat ik naar binnen moest rennen. Dus laten we dit maar volhouden zo. Dat bijgeloof, dat is toch wel heel bijzonder, denk ik. Geloof jij er ook in bijgeloof voor? Nee, maar op het lage niveau waar ik voetbalde was het zelfs ook nog van eerst mijn linker schoen deed ik dan onder de kraan en dan mijn rechter schoen. En waarom? Ik denk dat elke voetballer misschien wel zo'n tik heeft. Ja, mijn zoon toevallig ging voor het eerst naar Spakenburg omdat hij meestal zaterdags bezet is. En elke keer als hij een thuiswedstrijd had, dan verloren ze.
Dus ik zei al tegen, hoe gaan we niet? Want ze gaan vast niet. Kwamen ze met 1-0 achter. Ik denk, oh, je zult weer even. Gelukkig wat het bijgeloof ongestraft. Hille Wim, hartelijk welkom dat je aan wil schuiven. Gaan we naar een trouwe gast inmiddels. En je bent al 2, 3 of 4 keer geweest bij ons. Ja. Nou, je bent ingevlogen. Omdat Theo van der Meen door nou ja, best wel trieste omstandigheden in verband met zijn dochter vanavond niet kan aanschuiven. Gelukkig wilde jij wel komen. Dick Veldhuizen, je bent secretaris. Ja, hoe lang al? 15 jaar. Nou, dan... Schrik ervan. Ja, 2008. Ja. Dus dat, Hoe lang ga je nog volhouden? Dat weet ik niet. Toen ik begon, zei ik maximaal 6 jaar. Oh. Toen kwam de 6, toen zei ik, nou, dan misschien nog 10 jaar volmaken. Ik zie het wel. Het, zolang ik het leuk vind. En ik wil ook niet iemand anders in de weg gaan staan. Van, als het op een gegeven moment een ander het wil gaan doen, ook goed. Maar ja, het is met een kleine club, dus ze staan meestal niet in de rij om in het bestuur te gaan zitten. Maar je vindt het ook fantastisch, hartstikke leuk. En daar hebben natuurlijk ook de successen van Eemdijk mee te maken. Ja, zeker. Dat is toch wel heel veel ups en misschien een paar downs gehad de afgelopen 15 jaar. Maar het is, ja, en daar ben ik er ook wel trots op dat ik meegewerkt heb aan het succes wat we met z'n allen gerealiseerd hebben. Wat is voetbal toch een ontzettend leuk gebeuren, hè? Het is een heel leuk gebeuren. Soms. Ook wel eens niet. Ja. Maar over het algemeen is het gewoon een hartstikke leuke gebeuren. Ja, want toen ik even verliezen hoort er ook bij. Dat, we hebben ook een degradatie meegemaakt. Ja, dat, Maar aan de vrijwilligers, niet anders dan lof. En jij bent ook natuurlijk een vrijwilliger. Ja. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar het spreekt voor je dat je zorgt dat je erbij bent. Want dan deel je natuurlijk ook in het succes van een club. Daar mag jij van meedelen. Dat denk ik dat sowieso is. Ja, je doet het met elkaar. Iedereen die betrokken is, die deelt mee in succes. Ja. Dus ongeacht wat voor functie je hebt of wat je bij de club doet. Ja. Iedereen die hoort daarbij. Ja. Dus dat maakt het zo mooi, hè? Denk ik. Ja, dus de spelers moeten er presteren, maar zijn spullen worden netjes gewassen en alles ligt netjes klaar. Heb je daar aandacht voor dat soort mensen die dat vuile werk eigenlijk doen? Ja, ik persoonlijk vind het heel belangrijk om dat soort mensen ook aandacht te geven. Maar na thuiswedstrijden zul je mij ook altijd boven zien in de sponsorroom. Ja. Of even in de kantine. Op donderdag zitten we ook met z'n allen in de kantine, sowieso. Normaal gesproken hadden we altijd één keer in het jaar ook de vrijwilligersavond. Dus dan ging de A-selectie, ging alle vrijwilligers voorzien van drankjes, eten, noem maar op. Dat is dit jaar niet geweest, dus nou, misschien wel een inkoppertje dat we dat dit jaar sowieso even nog erin moeten gaan lassen. Om de mensen te bedanken die alles voor de club doen ook. Ja. En ook zorgen dat wij zo goed mogelijk onze werkzaamheden kunnen verrichten. Bij Spakenburg is dat ook hele... Ook vrijwilligersavonden of een vrijwilligersbarbecue aan het eind van het seizoen. Altijd rond 24 juni. Toevallig weet ik dat, want ik ben of één van die dagen jarig. Oké, okay. Het is het eind van het seizoen, dus het zal eind juni zijn. Klopt, ja. Wij sluiten de introductie van de gasten af en we gaan snel over naar het eerste onderdeel en dat is de aftrap. En in de aftrap krijgen de gasten de gelegenheid om zeg maar iets opvallends te vermelden of te noemen van het afgelopen weekend of van de afgelopen week. Ik wil nu, in tegenstelling tot waar ik net mee begon, met Dick beginnen. Ja. Ik wou dan eens een keer een stap maken op betaalde voetbal. Want gisteren hebben we natuurlijk allemaal vol verbazing zitten kijken wat er in de arena gebeurde. Wat te triest voor woorden is dat een stelletje mafgezen een wedstrijd stil kunnen leggen en vervolgens de hoofdingang bestormen met z'n allen. Maar als je dan even het hele voortraject ziet, dat Ajax al een paar jaar terug hadden ze een financiële voorsprong op de rest. Ze hadden het zelf al over het Bayern München van Nederland zouden ze gaan worden. En in iets meer dan een jaar tijd hebben ze alles afgebroken. Ja. Het is volgens mij in de laatste 2 jaar al. Hè? Vorig jaar hebben ze ook al iets meer. Ja, vorig jaar februari ging Overmars weg met zijn fotootjes. Ja. Nou, en daarna hebben de meeste transfers lukte al niet echt. En dit jaar is het helemaal. En hebben ze één Duitser alle macht gegeven. Ja. Die heeft, wat laat je vandaag? 115 miljoen er doorheen. Ja, 115 miljoen, ja. Ik ben niet voor Ajax, dus ik vind het niet heel erg. Want, nee. Maar dit jaar krijg je dus weer dat Ajax gaat niet bij de eerste 2 eindigen. Dat ziet niet gebeuren. Dan missen ze nog een jaar Champions League. Ja. Dan is die financiële voorsprong die ze een paar jaar terug hadden, is weg.
Had IJsselmeervogels was daar ook mee te maken de afgelopen 2 jaar dat die successen toen wegbleven en dat jullie ook de nodige spelers moesten halen? Heb je daar financieel ook inzicht in de club? Ja, ik weet wel ongeveer wat er ongeveer gehaald kan worden. Maar ik vind wel dat je als een club zijnde niet altijd maar spelers moet halen. Ja. Ik vind ook dat de eigen jeugd heel belangrijk is. Een mooi voorbeeld is Eemdijk. Ja. Waarom moet je altijd grote spelers halen? Ja. Want het is niet te zeggen dat grote spelers bij een andere club, het bij IJsselmeervogels of Spakenburg of Eemdijk in dit geval, ook goed doen. Dus dat heeft de geschiedenis denk ik wel meer dan bewezen. Ik noem maar Pieter Langendijk, die wel Excelsior weer de afgelopen 2 jaar natuurlijk redelijk goed erin rendeert. Afgelopen zaterdag heeft hij ook... schoot die bal prima binnen. Ja. Nou precies, maar bij IJsselmeervogels kwam hij gewoon niet aan de back. Nee. En vorig jaar natuurlijk Sam Scholti, Gerre van de Groep die op laatst nog ingevallen is. Die ook afgelopen week natuurlijk... Die heeft zaterdag gespeeld. Zaterdag gespeeld. Dan lopen er nog een aantal van die jonge gasten rond die misschien ook wel dat hadden kunnen brengen. In potentie zeker. En bij Spakenburg had je natuurlijk vorig jaar aan het einde van het seizoen. Ja, het is een beetje heel onder 23 liep erin. Ja. En wie loopt er nu bij Eemdijk? Ken je hem nog, Dick, die bij Spakenburg vandaan komt in de verdediging? Peter van der Roep. Ja. Tuurlijk. Hoe doet hij het? Fantastisch. Ja. Dat is echt, we hadden natuurlijk Jordi Huijgen geblesseerd. Ja. Maar vanaf dag 1 staat hij daar. En, hij ontwikkelt zich behoorlijk goed. Hij ontwikkelt zich fantastisch. Ja, fantastisch. Gaan we waarschijnlijk straks nog even over hebben. Over Ajax. Schandalig natuurlijk. Heel zorgelijk. Hoe gaan ze dat herstellen? Is daar... Als club? Ja, dat is heel moeilijk, want het is... Die mensen daar op zo'n tribune, die F-site, dat is gewoon een criminele organisatie. Ja. Dat kan jij als directeur van Ajax gaan zeggen van ze komen stadion niet meer in. Ja. Ik geloof dat Jan van Aals nu directeur is, maar dan staan er straks een paar man bij hem in de tuin. En dan denk je, bekijk het eventjes allemaal in Amsterdam, ik stap ermee. Dat zal vanuit de politiek moeten, maar dat is een heel lastig verhaal, want ook Hells Angels en zo krijgen ze niet onder controle. Het moet... Voor een jaar of wat terug wel bij in Enschede bij FC Twente gebeurd zijn. Dat ze daar met een politiemacht naar binnen gestapt. Dat was heel veel drugshandel in het supporters. Ja, dat hebben ze toen dicht gedaan, hebben ze gesloten. Ja. En toen is het daar blijkbaar wel gelukt. Maar de vraag is of het in Amsterdam natuurlijk dan wel gaat lukken. Want ik denk dat de supportersgroepen natuurlijk ook fors groter zijn. Maar goed, daar genoeg over. Gaan we naar de aftrap van Hille Wim. Ja, zijdelings met Ajax te maken. Ik zag in de ochtendkrant voorafgaand aan de wedstrijd Europees van Ajax tegen Olympique Marseille. Zag ik een foto van de spelers van Olympique die nogal bedremmeld omhoog keken naar de supporters en ze moesten maar alles wat over hen heen kwam, want ze presteerden ook erbarmelijk. In het begin van het seizoen. Dus ze werden zo'n beetje van rot of vis uitgemaakt door al de supporters. En ze stonden dat maar, en dat zag duidelijk in die foto, lieten ze dat maar over zich heen komen. Ja. Dus eigenlijk is mijn aftrap een soort vraag van hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van een speler? Of in hoeverre mag een supporter die verantwoordelijkheid vragen? Als ik bijvoorbeeld, wat leuk nu Jamie erbij zit. Ik was bij Hercules, niet afgelopen zaterdag, maar tijdens de PD-wedstrijd. Nou, toen verloor IJsselmeervogels daar. En vervolgens, volgens traditie, gebeurt overal als je wint of verliest. Je loopt even naar de supporters toe. Nou ja, dan gaan supporters daar hun gelijk halen. Wat aan de ene kant te begrijpen is, want die emotie voert hoog. Maar goed, je moet altijd de emotie wel een beetje kanaliseren, vind ik. In hoeverre moet je dat dan als speler maar over je heen laten komen en je voor alles en nog wat uit laten maken? Of er is ergens een grens. Waar is een supporter, kan een supporter verantwoordelijkheid eisen voor de prestaties? Ja. Nou, ik vind van niet. Dat kan helemaal niet. Weet je, je bent een supporter, je zal ermee moeten leren omgaan dat je heel veel teleurstellingen gaat ondervinden. Maar ja, je houdt van die club, dus daar hoort incasseren bij. Dus supporter zijn is wat mij betreft vaak het grote lijden. Ja. En af en toe wordt het mooi, maar heel vaak valt het toch een beetje tegen. Want ja, je krijgt niet altijd wat je vraagt.
En ja, je kan dan denk ik er ook niet mee komen door te zeggen, ja, maar ik steek zoveel uren in een club en ja. Ik doe dit en ik doe dat. Ja, dat is allemaal mooi, dat is allemaal vrijwilligerswerk. Ja. Maar daarmee dwing je niet een goede prestatie van je club af. Nee. En aan de andere kant zou ik dan ook willen afvragen van, stel je voor, ik ben speler, ik sta daar. Ik speel in een elftal wat totaal niet loopt. En het is afgelopen, we lopen naar die supporters toe en ik word voor alles en nog wat uitgemaakt. Tot hoever laat je dat dan bij jezelf gebeuren? Of zeggen we, ja, weet je wat, ik loop nu weg en ik spreek jullie wel in de kantine. En dat is natuurlijk qua beeldvorming weer heel erg vervelend. Want dat ziet er niet lekker uit dat een speler naar supporters een lange neus trekt. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Maar goed, ik denk dat daar wel bepaalde grenzen zijn. Wie is er nou verantwoordelijk? Of mag je verantwoordelijkheid eisen? Of in hoeverre rijdt de verantwoordelijkheid van een speler om de emotie van een supporter te kanaliseren? Ja, Jimmy, is dit jou wel eens overkomen? Dat je voor rot of vis uitgemaakt wordt? Nou ja, niet door mijn eigen supporters. Nee. Dat niet, maar wel bijvoorbeeld toen we de kampioenswedstrijd uitspeelden in de derde divisie uit de Quick Boys. Ja, dan worden de dingen naar je hoofd toe gegooid. Ja, dat is niet wenselijk, je hoort het wel. Maar ja, op dat moment moet je ervoor afsluiten. Hè? Dat zijn mensen die je niet kent. Dus ja, weet je, so be it. Maar mensen die je wel kent, kijk, om in te haken op onze 5-0, 6-0 tegen Hercules. Ja. Ik denk niet dat de supporters van hadden verwacht dat we daar even makkelijk zouden gaan winnen, hè, afgelopen seizoen. Maar ik denk dat het meer ging op de manier waarop. Kijk, ik kan allemaal slecht voetballen. Ja. Maar ik weet, tenminste, ik loop al 8 jaar bij IJsselmeervogels. Het enige wat je sowieso moet doen is knijterhard ervoor werken. En zodra dat er van afspat bij de club en je laat dat zien, dan zullen ze je ook niet snel voor rotte vis uitmaken of wat dan ook. En dan zullen ze begrip tonen dat je een keer een mindere wedstrijd hebt gespeeld. Ja. Maar inderdaad, wat je zegt, waar op een gegeven moment ligt de grens en het evenwicht. En, vind ik ook moeilijk hoor. Vorig jaar uit bij de treffers hebben wij natuurlijk ook een incident meegemaakt. Op een gegeven moment toen was er ook een eigen supporter van ons. Die was mijn hele achterste linie aan het afmaken. Toen ben ik wel omgedraaid en toen heb ik gezegd van, doe alsjeblieft even rustig, want hier maak je ze niet beter van. Nee. Want ze gaan met nog meer poep in de broek voetballen, dus hou alsjeblieft even je mond dicht. Ja. En dan is het ook goed. Ja. Toen was het ook klaar. Ja, maar dat is ook goed. Dat je, weet je, een speler heeft ook een grens, hè? Begrijp, het is klaar. Ja, maar ik vind wel, als je bepaalde sporten beoefent en ook op een bepaald niveau, ja, dan vind ik wel dat je op een gegeven moment ook voor dingen af moet kunnen sluiten die er naar je geroepen worden. En ja, ik persoonlijk vind het alleen maar lekker als ze me uitlopen te schelden. Want ik denk van, ja, ik zal zo wel even laten zien. Ja, precies. Ja, maar dan word je ook gemotiveerd, hè? Ja. Als je meer van supporters jou achter je doel staat uit te schelden en iedere keer weer, dan denk je, god, dan heb je hem ook weer. En het eind van het seizoen ben je kampioen en dan komt hij aan om je op te tillen zeggen, ja, maar dat zijn twee kanten, weet je. En dan ga je ook gewoon mee in het feest en dan is het prima. Ja, dat is net hoe je persoonlijk daarmee om kunt en kan gaan. En de een die kan het makkelijker als de andere. En natuurlijk denk ik, kijk hem, drie maanden terug zit hij in de kantine. En 3 maanden later, dan ben je de beste ooit. Ja. Dus ik heb bij IJsselmeervogels ook meegemaakt in het begin. Ik was jong. Nou, dan draait het allemaal niet zo lekker. Je moet er even lekker in komen. Nou, toen hadden de kritische assen, zoals meneer Azouti het mooi zegt, hadden ook de grootste commentaar en ik kon er niks van. En nou lopen ze ook allemaal met je weg. En dan denk ik over, ja, laat me lekker ouwe, joh. Het zal wel zo zijn. Al die jaren. Ja, maar ja, het doet op dat moment, als je jonger vooral bent, wel wat met je. Dat is echt wel eerlijk. Lijkt het erop alsof het steeds erger wordt, die reacties van, je zou haast met Timmermans spreken over dat het aan de klimaatverandering ligt. Dat iedereen steeds heter wordt in zijn reacties. Nou, kijk, wat je wel ziet, en dat vind ik heel erg mooi, rituelen zijn het gewoon. Dat je na afloop bedank je die supporters en dan ontstaat er interactie. En tegenwoordig met handen vasthouden en met z'n allen omhoog en dit, weet je wel. Prachtig. Als je verliest, toch even bedanken en even bedankt voor de steun. Dat waardeer je, laat je zien als spelers richting supporters. Ja. Top, mooi, daar hou ik van, geniet ik van, vind ik mooi om te zien. Zeker. Maar dat is het dan ook wel. Ja maar goed, het moet ook zo blijven natuurlijk, dat wat Jamie terecht zegt, er is geen supporter als die ziet dat zijn ploeg, dat ze keihard en knetterhard werken. En dat je tegen een keer tegen een verlies aanloopt, nou dat is spreekwoordelijk. Ja. Want hoeveel wedstrijden spelen we? 36 of zo?
Ja, 34 competitie. 34, dus dan zouden we moeten komen op, hoeveel punten? 102 of zo? Ja. Ja, als je alles wint wel, ja. Ja, nou, dus dat overkomt geen één, want volgens mij is dat alleen Manchester City een keer in de 90. Ja. In de 90, maar niemand haalt dat. Dus dat zul je als supporters moeten accepteren. Ja. Laten we een oproep doen aan de supporters. Blijf alsjeblieft echt in je club staan, ook als het een keer niet zo goed gaat. Dankjewel. Maak ik jouw aftrap? Ja, mijn aftrap is natuurlijk Quick Boys. Ja. Die na zoveel jaren weer van Katwijk heeft gewonnen. Ja. We hadden het in de bus er ook over. Hè. Daar gingen we natuurlijk Quick Boys Katwijk. Wat zal het worden? Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem verkeerd voorspeld had. Omdat Katwijk natuurlijk een brok aan ervaring in het elftal heeft zitten. Dus ik denk die zullen vast wel weer in zulke wedstrijden thuis geven. Maar ja, Quick Boys volgens mij een hele verdiende overwinning na zoveel jaren. En ja, prachtig feestje wat ik later voorbij zag komen. Die Sam van Duin, hè, jongen van 19. Nou, die, geweldig. Ja, geniaal. Die doet het echt fantastisch. Dus ja, mooi om te zien. Geweldige voetballer, ja. Ja. Het schijnt ook echt een hele goede trainer te zijn. Ja. Wat ik uit van mensen heb gehoord. Nou, jullie hebben nu inmiddels een goede trainer, dus die hoef je niet te halen. Nee. Die woont veel te ver weg ook. Ja, en stuur nou alsjeblieft een keer niet weg. Dat is alleen maar veel. Nee, maar dat is ook gezegd. Ja. Hè? Niet bij de minste geringste tegenslag weer een nieuwe. Gewoon een langere periode met dezelfde mensen werken en dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. En niet te veel de rondo gebruiken met allerlei 12 spelers weer erin. En 12 spelers. Ook bouwen. Dat is het plan niet meer. Bouwen, hè? Precies. Goed, dat was de aftrap en we gaan snel over naar het hoofdonderdeel. De tribuneblik. En in de tribuneblik blikken we natuurlijk automatisch terug op de laatste wedstrijden. Dat waren er in totaal 6. Ze zullen allemaal mogelijk kort aan bod komen. En Jimmy is daar natuurlijk bij twee van die wedstrijden natuurlijk bij betrokken geweest. We hebben al het over gehad dat je 3 jaar verlengd hebt. Wat heeft je toen... doen besluiten om bij SMR Wolves te blijven? Ja, wat ik aangaf, dat het plan voor de toekomst mooi is, goed is, dat we continuïteit houden, weinig veranderingen en dat we op die manier verder gaan bouwen om weer het IJsselmeer Vogels te worden wat het geweest is. Ja. Dus, de doelstelling al promoveren met het eerste jaar? Ja, natuurlijk. Dat is bij een club als IJsselmeer Vogels lijkt mij standaard. Maar of het nou via kampioenschap is of via na-competitie, dat zou mij niet zo veel interesseren eigenlijk. Ja. Zolang je volgend jaar maar in die tweede divisie speelt. Dus dat is het allerbelangrijkste. Van de prestaties van het team IJsselmeer Vogels de laatste 6 wedstrijden je nou mee? Of vallen ze je nou toch een beetje tegen? Nee, het valt zeker niet tegen, vind ik. Want ik vind, we hebben 1 verliespartij in die officiële wedstrijden met de beker meegerekend ook gewonnen. Ja. Het eerste seizoen zijn we in principe... nog slechter begonnen. Toen hadden we echt, toen gaf niemand onze stuiver en uiteindelijk begon het te lopen. En toen knalden we over iedereen heen met 10 winstpartijen achter elkaar in die periode toen. En ik denk als ze bij ons helemaal goed beginnen te vallen en we beginnen echt in de eerste paar minuten zoals we de afgelopen wedstrijden al kunnen te scoren. Ik denk dat we dan wel los zijn. Ja. De laatste keren kreeg je vrij snel de doelpunten tegen. Nu was het gelukkig... de nul die jullie hielden. En sowieso viel er dus niet snel een doelpunt. Nee. De verdediging die gaat steeds meer op elkaar afgestemd raken, volgens jou? Ja, we hebben 1 verandering natuurlijk nu achterin gehad. Dat was natuurlijk dat Basiel nu speelde in plaats van Junior. Nou, toevallig hadden we zaterdag dan Morgan niet en Bradley Martins niet, omdat die blessure hadden. Maar verder begint er wel steeds een herkenbare elftal te staan. Ja. Waardoor je ook meer aan elkaar begint te wennen, weet wat de een goed kan, wat minder goed kan. Ja, dat is gewoon belangrijk. Ja, er werd volgens mij in de vorige uitzending gepraat over coaching. Dat ze dat mist in het veld. Dat spelers elkaar niet meer aanspreken van, ga daar staan, kijk daarheen en let op en in je rug of zo. Ken je dit? Of doe je dat zelf wel, dat je heel coaching bezig bent? Nou, ik praat misschien wel te veel. Dus zoals bijvoorbeeld afgelopen dinsdag Gerwin enorm veel aangestuurd in de tweede helft. Ja. Toen zei ik ook na de wedstrijd van ik zou wel gek van me geworden zijn, maar ik doe het alleen maar om jou te helpen, het team te helpen en je beter te maken. Hij zei dat hij dat zeer prettig had ervaren. Ja. Hij vroeg me afgelopen zaterdag of ik alsjeblieft hetzelfde wou doen als afgelopen dinsdag. Dus dat was wel heel fijn. Ik moet eerlijk zeggen dat nu... wel meer gepraat wordt. Basiel die laat ook wel zijn stem gelden. Ja. Die schroomt ook niet om gewoon te zeggen van... je moet die bal ervoor dan wel even inschieten. Ja.
Ja, dat soort dingen. Dus nee, dat is belangrijk. Ja, merk jij dat ook, hele Wim? Dat er minder... Of heb ik dat idee niet, zit ik te ver weg bij de verdedigers van Spakenburg op de tribune? Heb jij dat ook? Ik heb niet direct het idee dat er door de spelers elkaar gecoacht wordt. Nou, ik denk wel dat een Koos Werkman dat wel in zich heeft. Ja. Ik hoor hem ook niet schreeuwen. Nee. Maar ik denk wel dat dat degene is die de poppetjes op de juiste plek neerhoudt. Ja. Oké. Okay. Heb jij het idee bij Wim Dijk ook? Ja, er wordt gecoacht, maar niet dat het nou te veel of te weinig is. Nee. Dat is niet dat me dat opvalt. Kijk, net wat Jamie zegt, met zo'n jonge, ja, dat zou ik als ik als 20-jarige dat in het eerste sta, zou ik dat ook heel fijn vinden. Ja. Dat daar een beetje gezegd, let op, links, hou dat in de gaten, iemand, dat is niet afbranden. Nee. Kijk, staat iemand in mijn vrot te schelden als hij zijn mannen kwijt is. Dan word je er onzeker van. Nou, wij gaan eerst even naar een nieuw onderdeel van het programma. En dat heet De Inswinger. De Inswinger, dat is een column die... is gemaakt door Tijmen Beekhuis. Nou, bekend is al gezegd van even de reclamebording. En daar gaan we nu even naar kijken. Dinsdag 19 september. Q2-dag Toto KNVB-beker. De drie plaatselijke clubs kwamen alle drie in actie. Twee van die drie wedstrijden kennen een happy end. Dat ook nog eens in de dying seconds van de reguliere speeltijd. Eemdijk won van Harkemase Boys met 3-2. Wie anders dan topscorer Yannick Bouw schoot Eemdijk na een acrobatisch hoogstandje naar de eerste ronde. Gelukkig voor Harkema was het pokkenweer, want je zult maar na een verliespartij en na een busreis van een uur en drie kwartier thuiskomen en de terrassen zitten nog vol. Ook Spakenburg had in topscorer Floris van der Linden zijn goudhaantje. Hij kopte diep in blessuretijd de enige goal van de wedstrijd binnen. Daags erna veel opmerkingen gehoord dat het behoorlijk moeizaam ging tegen vierde divisionist Scherpenzeel. Vorig seizoen moest Spakenburg in Q2 afrekenen met Dovo in Veenendaal. Ook toen ging het grootste gedeelte van de wedstrijd moeizaam. En was het, jawel, Floris van der Linden die de enige goal maakte. Ik hoef niemand te vertellen waartoe dat allemaal heeft geleid. Longt voor Spakenburg na deze gelijkenis wederom de halve finale? IJsselmeervogels was eigenlijk de enige van de plaatselijke clubs die ver voor het verstrijken van het laatste fluitsignaal de eerste ronde veilig stelde. Uit tegen DVS 33, en neem van mij aan, dat is altijd lastig daar in Ermelo, werd met 2-0 gewonnen. De uitslag was blijkbaar zo regulier dat er verder niets over te vermelden valt. Alleen dat Gert-Jan Karsten zijn eerste succesje dan eindelijk te pakken heeft. De loting heeft uitgewezen dat Eemdijk uit tegen competitiegenoot Volendam speelt. Vogels Sparta Rotterdam ontvangt en Spakenburg krijgt Helmond Sport op visite. Nog één ding hebben de drie plaatselijke clubs in dit toernooi gemeen. Parijs, de Kuip, is nog ver. Vrijdag 22 september. Go Eagles Fortuna Sittard. Deventer is euforisch, want sinds het seizoen 81-82 hebben de Eagles nog nooit zo'n goede start in de Eredivisie gehad. 7 punten uit 4 wedstrijden. Er werd dus wel iets verwacht die vrijdagavond in de Adelaarshorst. Met mijn oomzegger Stefan Koelewijn, dat is de zoon van Henk en Marcelle en de broer van Michiel en Jelmer, heb ik daar een seizoenkaart en aangezien Stefan de kaart van mijn zoon Jouke heeft overgenomen, hebben we iedere thuiswedstrijd een introducé. Dit keer was het maatje Hille Beekhuis. Mijn mede-columnist van de rubriek Af de reclameborden. En die rubriek is weer te bewonderen op de website van Spakenburg. Vrijdagavondwedstrijden in Deventer hebben voor mij iets magisch. Een perfect begin van het weekend ook. Eerst nemen we een afzakketje in Biercafé De Heks. Die hebben liefst 25 speciaal bieren op de tap. En een veelvoud ervan, lees honderden, op de fles. Mocht je dan toch nog een aparte wens hebben, dan kan je dat altijd kenbaar maken achter de bar. Vervolgens zorgen wij ervoor dat we een kleine 20 minuten voor de aftrap op onze plek zitten met een traditionele shulap, een broodje hamburger met alles erop en eraan. Eagles won met 3-0 en zij hebben nu 10 punten uit 5 wedstrijden. Ter vergelijk, vorig seizoen hadden de Eagles er na 5 wedstrijden wel geteld 0. Met dit gemiddelde komen de Deventeraren uit op 68 punten, wat voldoende moet zijn voor Europees voetbal. Maar Parijs is nog ver. Zaterdag 23 september. Eemdijk wist een punt uit Utrecht mee te nemen door te remiseren tegen Kampel. Links en rechts vernam ik wat teleurgestelde reacties hierover, waaruit ik alleen maar kan concluderen dat de doelstelling daar inmiddels al is bijgesteld. Met het huidige gemiddelde van 2,16 per wedstrijd komt Eemdijk na 34 wedstrijden uit op liefst 73 à 74 punten. En moeten ze met de week beter hun best gaan doen om te degraderen. Maar Parijs is nog ver.
Spakenburg won thuis van Excelsior Maassluis met 4-2. Daar viel niet veel op af te dingen. Misschien dat de Blauwen er nog wel wat meer hadden mogen maken. Spakenburg heeft nu een gemiddelde van 2 punten per wedstrijd en zou aan het eind van de rit dus op 68 uitkomen. En daarmee nestel je jezelf prima binnen de top 5. Maar Parijs is nog ver. Eerder die middag zag ik Spakenburg onder 23 thuis kopje ondergaan tegen HSC 21. Dat was het tweede kansloze verlies op rij. Ik denk dat die jongens terug naar school moeten en uitgelegd krijgen waar Parijs eigenlijk ligt. Tot slot IJsselmeervogels. Dat speelde gelijk, net als Imdijk met 0-0, net als Imdijk in Utrecht. Alleen heette de tegenstander niet Kampong, maar Hercules. Ten opzichte van de 2 wedstrijden in juni dit jaar is dit resultaat vele malen beter. Maar om direct terug te keren naar de tweede divisie zal dit schamelpuntje niet volstaan. Het gemiddelde van de Vogels is nu 1,83. En na 34 wedstrijden komen zij uit op 62 à 63 punten. Met dit aantal haal je Parijs niet, maar strandt het avontuur ergens in de buurt van Rijssel. En voor de non-taaltoeristen onder ons, dat is Vlaams voor Liel. Hij kwam erop. Prachtige loting. Voor jullie, voor allemaal eigenlijk. Het is maar net hoe je het bekijkt. Jullie een eredivisie club. Ja, Makkie. De Makkie natuurlijk. Sparta-Nijkerk was al niet makkelijk natuurlijk. Ja. Maar daar kun je natuurlijk wel op voorbereiden, denk ik. Ja, tuurlijk. Dat zijn mooie potjes. Sparta draait natuurlijk ook verschrikkelijk goed de afgelopen... Ik denk nu anderhalf jaar al. Oude IJsselmeervogels trainen daar. Ja, zeker. Dat is heel leuk. Ja, dat is ook leuk. Dus zin in. Ja, misschien stelt hij, omdat jullie niet ook tegen het IJsselmeervogels, dat hij de 10 opstelt in plaats van 11. Misschien kun je hem zover krijgen om dan een beetje kans te maken natuurlijk. Ik denk als hij slim is dat hij de beste 11 opstelt. Ja. Want je weet het van Spakenburg vorig jaar natuurlijk, hè? Ik denk dat ze allemaal niet graag naar de Westmaat komen. Ongeacht welke kant. Dus... ik denk dat je gewoon tegen een volwaardig Sparta-elftal gaat spelen. Onderschat ze dus niet, zou ik zeggen, IJsselmeervogels? Nee, bekeravonden zijn hele rare avonden en er kan van alles gebeuren. Hebben we vorig jaar en in het verleden, natuurlijk, Groningen, ook een keer gewonnen toen met 2-1. Heerenveen was een... 1-0 in de laatste een minuut. Een leuk potje. Ja, Goganichat was dat, 89ste dus, minuut. Het kan allemaal, hè? Kan het, allemaal. Het blijft voetbal. Ja. De datum is natuurlijk nog niet bekend, want jullie spelen vlak daarvoor tegen... vlak daarvoor speel je voordat je tegen die dub speelt, speel je tegen Imdijk. Jullie hebben denk ik een hele mooie loting om kans te maken om door te gaan. Is het natuurlijk een perfecte loting. Ja. Maar niet dat Volendam zo even aan de kant gezet wordt, dat is gewoon een 50-50 wedstrijd. Maar het had ook wel leuk geweest om een keer tegen een BVL te spelen. Dat, maar goed, dan moet dat er onder de namen komen. Ja, dan moet je zo. Dan gaan we naar de Kuip. Ja. Is dat niet zo ver? Het zou wel mooi zijn als jullie wel naar de Kuip gaan en Chris is niet naar de Kuip toe geweest. Dat zou wel, zou wel prachtig zijn. Of nu naar de Arena. Dat is natuurlijk wel, Chris moet je hem dan wel meenemen, vind ik. Dan, Het zou wel een verrassing zijn. Laten we eerst maar zo Volendam winnen. Ja. Spakenburg mag tegen Helmond Sport. Ja, er stond al ergens in Twitter, heb ik gelezen, van Theo Hertog. Die zei van, nou, Helmond Sport staat ergens onderaan in de keukenkampioendivisie. Ja, dat staat er wat langer, ja. Weet je, het verschil tussen kelder, eerste divisie en top tweede divisie is niet zo groot. Het is vooral de mate van trainen wat daar intensiever gebeurt. Ik denk dat de kwaliteit van de spelers ongeveer identiek is en dat het verschil vooral zit in het feit dat spelers in de eerste divisie vooral nog willen gaan voor hun sportieve carrière en dat spelers in de tweede divisie dat heel goed willen kunnen combineren met een maatschappelijke carrière. Dus ik denk dat er qua kwaliteit er niet zoveel in zit. conditie zal dat wellicht in het voordeel uitvallen van Helmond Sport of van de hoger gekwalificeerde teams. Maar goed, wat Jamie zegt, het is bekervoetbal. Spakenburg kan ook natuurlijk nog bogen op de ervaring die ze vorig jaar hadden. Dus heel veel zien Spakenburg ook als favoriet. Daar wil ik even van afblijven. Spakenburg speelt thuis. Ja. In die zin is het een prima loting. Waarbij de kansen gewoon ook weer 50-50 zijn. Maar zo nuchter moet je wel zijn.
Maar ja, het is wel leuk om tegen zo'n team te beginnen. En niet te eindigen, zeg ik. Maar Helmond Sport, daar ben ik van overtuigd. Die zal Spakenburg op grond van de resultaten van vorig jaar natuurlijk. Nee, maar dat zal geen enkele club zal dat in de beker met Spakenburg doen. Maar wat Jamie ook al zegt, profclubs komen niet graag naar een accommodatie van amateur toe. Vorig jaar ook, of Kozakkenboys werden tegengekomen en of Katwijk, ja, noem maar op. De Treffers is vorig jaar niet te vergeten, twee eredivisieclubs uitgeschakeld. Dus en je kan eigenlijk als eredivisieclub of als eerste divisieclub kan je het ook nooit goed doen. Je kan alleen maar verliezen. Ja. Dus daar zijn ze niet blij mee. Nee. Hé, maar jullie hadden tegen DWS twee helften eigenlijk, denk ik. De eerste helft, de eerste 20, 25 minuten waren niet zo heel best. Nee. Jullie kwamen op goede momenten, denk ik. Op 2-0. Ja, de lekkerste momenten die er eigenlijk zijn, vlak voor rust en 10 minuten na rust. Ja, dus je kunt eigenlijk niet beter treffen. Nee. Daarna probeerden ze het nog wel. Gaan ze wat opportunistische voetballen toegezet en iets ervoor. Hadden jullie het eigenlijk moeten afmaken met, denk ik wel, 4-0. Misschien zelfs nog wel eentje meer. Ja. 3-0 dus was al meer dan genoeg geweest. Meer dan genoeg geweest. Ja. Je hebt de 0 gehouden, tweede keer op rij. Ja, dat voor een keeper is dat, is dat altijd lekker. En voor een verdediging ook. Stond ook in de krant, hè? Jullie Camara die vond het heel fijn. En Wouter Beukers die vond het ook heel fijn. Dus het is voor keepers nog denk ik een overstijgend belang dan voor het team dat ze de 0 mogen houden. Ja, daar kan ik altijd zo aan erger als een team bijvoorbeeld 5-0 voor staat en ze laten er toch nog eentje lopen, weet je wel. Ja, ja. Ja, nee, voor een keeper is hetzelfde als voor een spits. Als je de 0 houdt, dan heb je eigenlijk gewoon gescoord. Ja. Dus dat is de eerste basistaak die je als keeper eigenlijk hebt, om de nul te houden. Ja. Maar goed, je kunt het nooit alleen, want je hebt die verdediging nodig, wat je zelf zegt, als de verdediging de bal laat lopen. Zeker. Dat is het blijft een team, een teamprestatie. Maar Spakenburg en Eendijk hebben we natuurlijk min of meer in de column ook al voorbij zien komen. Hoe bestaat het? Eendijk, ja, dat was met die bekerwedstrijd tegen Harkema. Je wist van tevoren een goede ploeg, staan eerste, dat is niet voor niks. En zij hebben echt ook wel een bekerhistorie. Die kwamen bijna altijd wel door die kwalificatiewedstrijden heen. Ik vond ze vooraf ook een beetje bij het bestuur van, alsof ze dachten van, we hebben een mooie loting, want dat doen we wel even in Dijk. Stonden niet ook bovenaan? Stonden bovenaan, goed, wij zijn de tweede, dus ook niet heel ver bij ze vandaan. Maar je zag het in de wedstrijd, wij misten al wat spelers. En weet je, wij hebben een prima selectie, als iedereen fit is, hebben we ook een hele goede bank. Maar ja, op een gegeven moment is het niet op te vangen. En dat zag je, van Salimi doet niet mee. Hilteman, die kon maar een helftje meedoen. Sven Deen is er nog steeds niet bij. Dus op een gegeven moment, weet je, dan wordt het wat mager voorin. En het wordt 1-0 achter, het wordt 1-1. Terecht, er staat nog met de rust. En dan, op een gegeven moment, in de rust ging Hilteman eraf. Of iets ervoor al. En dan komt Sam de Burg erin. Ja, en het mooie is, die scoort aan. Nou, dan wordt het 2-2 en je zag aan alles, de krachten vloeiden eruit. Ja, verlenging gaan we niet redden. En ja, dan komt de 96e minuut. Die ingooi die kwam en we zaten op de tribune ook van, god, we hebben nog even één wondertje nodig. Maar dat zijn we de zaterdag ervoor ook al, ik kan niet elke week raken, weet je. Hier komt een prachtig doelpunt. Dat zie je van Zandenburg. Goeie kopbal trouwens. En hier komt volgens mij de 3-2. De 3-2. Nou, dat is natuurlijk helemaal sensationeel. Dat was meer in de. Dat was een beetje, ik had het beetje het idee van een flipperkast. Weet je wel, dat die balletje overal heen stijgt. Ze kregen hem niet weg. Terwijl ze echt wel. Ja. Zij maakten in de 80ste minuut 2-2. En kijk, zij proefden van die overwinning, die zit er wel in. Ja. Jammer dat die keeper hem nog aanraakt. Dan was hij nog mooier geweest. Ja, dan was hij nog mooier geweest. Dat maakt niet zo heel veel uit. Ja, begrijp ik. Ja. Maar het was natuurlijk een superdoelpunt. En Spakenburg natuurlijk een extreem is. De hele wedstrijd uiteraard beter. Nog wel een mooie actie gezien van Scherpenzeel. Die vanaf een meter of 60 probeerde met een lop te scoren. Geweldig. Gelukkig was tweede keeper Menno Heus. Ja, was net op tijd. Ja, was net op tijd. Ja, voor de rest was het niveauverschil wel erg groot. Maar goed, weet je, zolang je niet scoort. Blijft de hoop natuurlijk behouden, maar toen die rode kaart viel, toen was de numerieke meerderheid er ook en toen was het een kwestie van aftellen en iedereen was blij dat het nog net voor de verlenging gebeurde. Ook maar hartstikke mooi natuurlijk dat Floris van der Linden hem maakt, met een keiharde kopbal. En daarna snel vergeten en snel die koker in. Ja, en
verrassingen kunnen er altijd zijn, want Scherpenzeel die zou dus ook maar zo op 1-0 hebben kunnen komen. En ja, dan moet je eerst maar zien of je dat doelpunt maakt, want ze gaan echt met een handbalverdediging staan. Ja. Dus dat is een tip voor Rijksje Meervogels tegen Sparta Rotterdam. Zorg dat je de nul houdt, Jamie. En dan, je weet nooit wat er gebeurt. Hoeft er maar één te maken. Ja. Winnen dus, met penalties. Je hoeft er maar één te maken en penalties. Dat is de droom die ja. natuurlijk. Nou, laten we ook in verband met de tijd heel kort even terugblikken op de wedstrijden van afgelopen zaterdag. Hercules tegen Eemdijk, we hebben het er heel kort al over gehad. We hebben dus eigenlijk een bloedloze 0-0. Kansen op, ik las in de krant, Karsten zei ook, het had wel, het hadden er wel 10 kunnen wezen. Nou, het is meer op het moment in de wedstrijd. In de eerste helft moet je wel gewoon minimaal 2 keer scoren, vind ik. Ja, dan voetbal je het natuurlijk de tweede helft veel makkelijker. Nu laat je Hercules leven. Ja. En dan weet je dat het altijd penibel kan worden. Want je wil natuurlijk zelf graag die winnende maken. Ja. En nou moeten we er nog wel naartoe dat we realistisch gaan worden. En inderdaad wat Wouter Beukers ook in de krant zei. Ja. Dat soms een punt ook heel belangrijk kan zijn. Ja. Dus ja, een zonde. Thuis alles winnen. Uit puntje in ieder geval alles puntje halen. En zo doe je dan ook winnen. En dan zit je heel goed in de race naar de kampioenschap. Ja. Spakenburg... Ja. Nou, was een 2 helften, denk ik. Nou, wat mij wel opvalt bij Spakenburg, en ik denk dat de credits daar wel naar Chris en zijn team kunnen gaan, is dat Spakenburg meteen aanstaat. Ze beginnen en ze zitten meteen goed in de wedstrijd. En dat is de afgelopen jaren wel anders geweest. Nu is het zo dat de intensiteit, dat hoor je tegenwoordig vaak, hè, je moet, het is intensiteit, dus je moet meteen zorgen dat je in die wedstrijd zit. Ja, Spakenburg lukt dat nu hartstikke goed, alleen dan moet je jezelf ook nog belonen. En daar schortte het de ene wedstrijd wat meer aan dan de andere. Nu kwamen ze vlak voor rust 1-0 achter, terwijl ze in die eerste 10 minuten toch echt wel op voorsprong hadden moeten komen. Maar meteen na rust was het binnen 10 minuten bekeken. Heb jij dat doelpunt gezien, Dara? Ik heb alle doelpunten gezien. Ja, hoe vond je dame er goed uitzien? Volgens mij was die bal binnenkant paal of zo. Ja, dan, weet je, dat zei ik net met die goal tegen Eemdijk. Als die keeper eraan zit, dan ziet het er altijd wat onhandig uit. Ja. Maar misschien is het wel het laatste wat hij kon doen om die bal te doen. Toevallig train ik op maandag nu bij dame, voor Melise. En natuurlijk hebben we het ook over wedstrijden. Hij dacht op dit moment dat hij zelf verder van de lijn af was. Dus dat hij voorbij de paal was. Ja. Dat dacht hij. Okay. Dus en daarom ging hij tegen. Hij reageerde wel goed, alleen hij tikte hem dan tegen de palen. Dus hij viel eigenlijk net iets te ver naar achter om hem eruit te tikken. Dus hij dacht eigenlijk dat hij voor die paal zat. Ja. Juist. Dus dat was zonde. Maar ik moet eerlijk zeggen, hij pakt daarvoor een bal uit de kruising. Nou, ja, die was ook knap, hè? Ja. Dat was maar goed, hij heeft gewoon hele duidelijke kwaliteiten. Bal. Want ik vraag me af wie de beste keeper is vorig jaar van de tweede divisie of nu. Tussen jullie beiden. Want ik denk dat jullie elkaar op zich heel weinig zullen maken. Ik denk dat we goed kunnen concurreren. Ik denk dat je heel goed kunt. Ik durf niet te zeggen wie de beste keeper is, hoor. Nee, iedere keeper heeft zijn eigen kwaliteit. Ik kan natuurlijk nu zeggen, omdat je aan tafel zit, volgens mij ben je de beste. Want dan heb je ruzie doen mij. Nee, ik zou het niet kunnen. Je zei van de tweede divisie, dus dat is dame. Ja, en schaal van de derde. Ja, maar op basis van vorig jaar. Dat is toch wel een hele goede van de tweede divisie sowieso. Maar goed, er lopen ook andere hele goede keepers. Die van HFC, die Michaelis, ja. En jullie hadden nu bij Hercules ook een prima keeper. Ja, die deed goed, de bal eruit houdt. Ja. Maar Spakenburg komt dus na de rust... Gewoon weer goed voetbal en dan beloon je jezelf wel. Dus het is momenteel gewoon echt wel leuk om Spakenburg te zien. Ze spelen gewoon erg leuk en goed voetbal. Kampioenswaardig? Ik heb nog te weinig andere teams gezien. Kijk, ik ben wel bij Katwijk geweest. Daar viel Katwijk enorm tegen. Tegen AFC viel Spakenburg zelf weer wat tegen. Dus, Quick Boys heeft een goed team, HHC heeft een goed team, maar goed, wel goed genoeg. En dat zie je nu al een beetje, de contouren zie je daar al een beetje van verschijnen. Wel goed genoeg top 5, top 6, zeker. Ja, zeker. Maar ik vind dat je met deze selectie mag eisen dat Spakenburg in de top 3 komt. Ja.
vind ik. Met wisselbeleid wat je kan voeren, je wordt er niet slechter op. Ik denk dat Spakenburg zeker wel een top 3 kandidaat is dit seizoen. Ja. Nou, Jim Bengel... maar ook dat managen, net zoals Gert-Jan Kuijsen dat ook doet. Hè, die verwachtingen worden gemanaged en niet te snel te hoog van de toren blazen. Azuti zegt het zelf. Ja, daar die zegt ook in top 3, top 5. Maar daar word je niet op afgerekend. Hè, maar, hè, en het jaar daarna wil je oogsten. Ja. Ja, ik hoor de opmerkingen na afloop bij Spakenburg. Ja, er komen wissels in en dat is absoluut geen verslapping. Die Feribori Kuruma, die zich denk ik behoorlijk goed ontwikkeld. Ik weet niet hoe zijn Nederlands is, want daar is hij volgens mij wel mee bezig. Weet ik ook niet, maar dat is een hele leuke speler, heel erg onbevangen. Ja. Mist nog wel wat kracht, maar goed, dat moet er allemaal bij komen. Maar daar kan Spakenburg de komende jaren even plezier aan gaan beleven. Dus uitermate snel en niet geïmponeerd, dus dat is wel mooi. Je hebt tegenwoordig van die opgevoerde fietsie. Die doen er een chip in, maar het is net alsof Feribori een chip heeft geschreven. Die is echt verschrikkelijk snel. Speer en speer snel. Maar het is gewoon leuk om dat jongetje te zien voetballen. Mooi. Ja, je hebt het net over talenten. Sim Scholten, Gerwin en hoe heet die? Monkou. Ja, of Monkou. Ja, nou, dat zijn er allemaal geweldige, leuke spelers om te zien. Tuurlijk. Ja, dat is mooi. Geniet je daarvan als... Ja, tuurlijk. Ja, dat is prachtig. Ik vind hem ook fantastisch. Gun hem de tijd. Heel kort over een dijk. Ja, volgens mij... Dat was ook niet heel veel te melden. Nee. 0-0 geworden. Ja. Het had ook 3-3 kunnen zijn. Hoor. Het was terecht gelijk spel, dat sowieso. Veel fouten. Ik heb op zich, vond ik de wedstrijd tot eind toe wel leuk. Heel veel zijn een slechte wedstrijd. Ja, ja. Maar er bleef van beide kanten strijd. We gaan voor de overwinning. Alleen ja, 3 keer overspelen naar dezelfde kleur, dat lukte niet helemaal. Nee. Ja, dat kan een keer. Een beetje sluddig stond er ergens in het verslag. Ja. Dus ja, op een gegeven moment, doordat je al een paar keer in de laatste minuut hebt gewonnen, dan word je haast nog een beetje van, we schieten er nog wel eentje in. En dat had ook zomaar gekund, ook aan de andere kant. 88 is een minuut, geloof ik. Volgens mij de blessuretijd. Ja. 88 dat was een hele, het was Salimi. Van Hiltonman, naar die bal van Salimi. Hoe is het met Salimi? Want die viel hij viel nu in, dus hij kan weer minuten maken. Dus het komt er langzaamaan gelukkig. Want dan zie je echt wel, er komt zoveel dreiging vanaf als die fit is. En meedoet. Ja, maar wat je direct zegt, dat hadden allebei de kant op kunnen doen. Kreeg ook een bouwde paal en dat is een rebound, die werd weer overgeschoten. Ook een niet te missen kans eigenlijk. Dus je moet ook niet onderschatten door de weekse wedstrijd, wat echt een hele intensieve pot was. Ja, zeker. Ja, dat ben je niet gewend. Nee. Dus en je tegenstander heeft die wedstrijd niet gespeeld. Nee. En mag je verwachten dat Eemdijk binnen 5 dagen 2 keer in de blessuretijd scoort. Ja, goed, dat hebben we vorige week ook al met Peter van der Groep. Dus 3 keer dat gaat net niet lukken. Nee. 3 keer een schapel zeker. Maar goed, we sluiten de tribuneblik af en we terugblikken op de wedstrijd is hierbij gedaan. En we gaan daarom naar het volgende onderdeel en dat is op zich ook wel heel interessant. En dat is het moment van de week. En in het moment van de week hebben de volgers van Instagram het moment van de week gekozen. En ze zien hier er als volgt uit. Op 1 staat hat-trick van El Azouti. En alle 3 de clubs door naar de KNVB-beker. Dat ook op zich een heel bijzonder moment is. En 3 de goal van Yannick Bouw. De 3-2 tegen Harik Maassen-Bosch. Het is niet de nummer 1, 2 of 3 qua stemming. Het is aan de gasten om te besluiten. Wat is het moment van de week? Wat vind jij? Nou, ik ga toch voor Azouti. Azouti. En hat-trick. Waarom? Omdat hij... Nou, als je ook zijn stuk in de krant leest, hè, dat hij bekritiseerd wordt. Ja. Kan je zien dat hij mentaal wel sterk is. En om op die manier te antwoorden, waar we het ook hier in de aflevering over hadden. Ja, dan zijn ze voorlopig even stil. Ja. En iedereen die de voetbalgeschiedenis van Azouti bekijkt, weet dat hij op hele belangrijke momenten heel belangrijk kan zijn. Ja. En dat hij zeker wel minimaal 20 tot 25 goals gaat scoren hoor, dit jaar. Ja. Zeker. Wat ik zo mooi vond, na de eerste doelpunt, we zagen hem net even voorbij komen. Hij kijkt niet eens naar zijn medespelers. Hij heeft hem gescoord.
En die gaat zo hard als we kan naar de middenstip. Ja. En zijn medespelers meeroepen. Is het jullie opgevallen? Ja, gezien. Ja, omdat het zeggen dat was een drive. Zeker. Ja, en ook de drive van Spakenburg. Een gelijkspel tegen Excelsior Maasluis is niet genoeg. Nee, is niet goed genoeg. Dus we gaan terug en we moeten zo snel mogelijk scoren. Ja. We moeten gewoon winnen van deze tegenstander. Ja. En als we 5-2 voor staan, dan hebben we tijd om een duintje te maken. Ja. Precies. Ja. Precies. Dus ja, prachtig. Ja. Ja, ik kies toch niet voor El Azulti. Ik kies voor nummer 2. Alle drie de clubs door in de KNVB-beker. Ik vind het wel uniek, weet je. Er zijn maar 3 gemeentes in Nederland die 3 teams afvaardigen. Dus we behoren gewoon tot de hofleverancier van de gemeente voor de KNVB-beker. Katwijk met Noordwijk, nee niet met Noordwijk, Katwijk met de club Katwijk, met Quick Boys en met Rijnsburgse Boys. Ja. Dat valt onder de gemeente Katwijk. Ja. Rotterdam. Ja. Met de 3 profclubs en dan de gemeente Bunschoten. Ja, dat is mooi. Ja, dat is toch geweldig? Dat is geweldig. Dus ja. Ik hoop dat Ahmed El Azulti mij dit vergeeft, maar ik ga voor de optie 2. Nou, ja, ik riep het al. Moment 3, dat was voor mij persoonlijk. Ik zat op de tribune en we zaten echt van, nou, verlenging gaat het er niet meer worden voor ons. Dan gaan we het niet redden. Dus dat wondertje moest komen, hij viel in de 96e minuut. Ja, daar droom je van. Ik geloof best, als je aan de andere kant van de score zit, dan ben je er echt goed ziek van. Ja. We moeten toch één moment kiezen. En de afspraak is dat ik dan de doorslaggevende stem ben. Wat een verantwoording, Willem. Wat een verantwoording. Dat wordt een hele moeilijke. Ja. Ja. Gaan we want in het midden zitten. Ik denk dat ik in het midden ga zitten. Niet niks ten nadele van de hat-trick van El Azulti, want die is fantastisch. Maar ik denk dat het heel bijzonder is. Dat het moment van de week de loting is van 3 Spakenburgse clubs voor de KNVB-beker. En we hopen op een heel succesvol vervolg. Voor alle 3 natuurlijk, want dat zou nog unieker zijn. Dus ik mag de doorslag geven, gelukkig een keer. Om voor het moment van de week van alle 3 clubs door in de KNVB-beker. Dan hebben we nog het volgende moment, dat is de speler van de week. En als het goed is, komt hij zo tevoorschijn. Met 11% is dat Nick van Hagen. Waarom denk je? Ja, vanwege die goal. Ja. En ook vanwege het feit dat hij... Vanwege zijn goede spel. Vanwege steeds dreigend, steeds opkomen. De energie die erin ligt. Dus, volgens mij is hij al een keer eerder ook genoemd. Dus hij valt wel op, Nick van Hagen. Goede speler. Nummer 2. Dat is Jim Hulleman. Verklaring ervoor, voor zijn keuze in de afgelopen wedstrijden? Ja, gewoon een hele functionele, slimme speler aan de linkerkant. Leider, loopt gaten dicht, aanvallend ook goed. Ja, speelt gewoon minimaal altijd een 6. Ja, oké. Okay. Ja, ik is mij er niet direct opgevallen, maar ik heb nog niet alle wedstrijden kunnen zien, want ik wil ze alle 3 natuurlijk volgen, dus ik heb niet de kans om ze alle 3 te volgen. Maar hij was mij nog niet zo opgevallen, dus ik vond het heel opvallend dat hij erbij zat. Nieuwe speler natuurlijk bij IJsselmeervogels op middenveld. Die staat altijd in de basis. Dus je moet vast een hele belangrijke rol voor hem gaan spelen. Ja. 24% van de mensen heeft op hem gestemd. En wat is jullie verwachting? Voor ja, dat zal El Azulti zijn, denk ik. Denk ik ook, hè? Ja, ja. Lijkt me logisch. Ja. Nou, dan komt hij. Met 64% is uitgeroepen tot speler van de week. Door het publiek van de volgers van Buitenspel. Dat Azulti dus uitgeroepen is als speler van de week. Gaan we snel over naar het schot voor open doel. En in het schot voor open doel daarbij krijgen de gasten de gelegenheid om een gele rode kaart of een publiekswissel te geven. Nou, wil ik met jou beginnen. Ja, een publiekswissel aan Azulti. Ja. Ja, ja, dat is, top. Is, je hebt ook met hem gespeeld, hè? Ja, ja, voor ons ook ontzettend belangrijk geweest. Ik denk dat... Ja, bij IJsselmeer van ons nog steeds ervan balen hoe op wat voor manier dat gegaan is. Want die is ook voor ons zo super belangrijk geweest. Zeker. Ja, en gewoon een goede gast en een fijne jongen in de groep ook. Ook echt een leider ook. Ja. Die durft ook gewoon te zeggen wat hij vindt, wat hij denkt. Dus, een winnaar is het. Zeker absoluut. Weten, echt een toevoeging voor je groep. Publiekswissel voor Azulti. Wat mij betreft een publiekswissel voor de supportersclub van Spakenburg die de kersttrui geïntroduceerd heeft. All I want for Christmas is blue. Ik vond hem heel erg leuk. Ja. Ik ga hem niet kopen. Ik ga hem niet kopen. Nee, dat snap ik.
Dus ja, prachtig. Misschien een idee voor Patrick van de Groep, de uitbater van de fanshop, dat hij ook een tegenhanger kan bedenken. Ja, maar wie weet. Ja, dat zou wel een idee wezen. Jullie boksen toch altijd tegen elkaar op. Filmpje opnemen bij de kerstboom, ja, aan de spelers. Ja, ja, leuk. Ja, nee, leuk. Ja. Ja. Publiekswissel voor de... Voor de makers van de trui. Voor de makers van de trui, ja. Voor de bedenkers. Hartstikke leuk, ja. Ja, we hadden het net bij de aftrap al over. Ik geef een rode kaart aan de F-site van Ajax. Ja. En als de overheid ze niet aanpakt, dan en de bestuur van Ajax niet, doe ik het maar. Ja, misschien helpt het. Inderdaad. Misschien kijken ze allemaal. Een terechte rode kaart voor het gedrag van deze supporters. Ja. Waarvan Hugo Borst zegt dat het geen... Of Valentijn Driessen zegt dat het geen supporters genoemd mogen worden. Want dan ben je geen supporter. We hebben het er net over gehad. Dan steun je een club in voor- en tegenspoed. Ja, zeker weten. Goed, wij gaan Buitenspel 2.0 afsluiten met dank aan Dick Veldhuizen, secretaris van Spakenburg. Eemdijk. Eemdijk, sorry. Foutje van mij. Ik ben de vlugger dan ik denk ik aan. Ik ben van Spakenburg. Jij bent van Spakenburg, Willem. Bedankt. En Jamie Schaap namens IJsselmeer Vols. Hartelijk bedankt voor je aanwezigheid. Yes, en ik was Willem de Graaf. En ik bedank je voor het kijken. Tot Buitenspel.